dancing like a monkey. Hoeveel heb je nog? Het laatste stukje. Hoeveel energie heb je nog in je? 2, 1, yes, go. Kom maar, laatste. Crazy like a monkey. Yeah. Yes. Crazy like a monkey. Let's be funky. I'm being okay. Ik kom wat uit beneden en dan ga ik eigenlijk gelijk eten. Als ik ga eten, dan heb ik niet een vast patroon in eten. Dus ik zorg ervoor dat ik elke ochtend eigenlijk wat anders eet. Dus ik heb zeg maar 3 maaltijden in de ochtend. Dat kan zijn kwark met fruit. Of dat kan zijn Franse magerkwark. Er zit wat meer eiwit in, neem ik dan. Maar het kan ook zijn Franse magerkwark met wat eiwitten. Dus dan pak ik een pot kwark. En dan heb ik bijvoorbeeld hier eiwitten met wat supplementen. Dan pak ik de eiwitten hier erbij en dan doe ik een beetje erin. En dan eet ik op. Het begint allemaal bij gezonde voeding. Nu traint hij mensen volgens de Tabata-methode. Zoals Japanse wetenschapper Izumi Tabata heeft uitgevonden. We gaan de energie proberen uit te halen in een half uur. Uit de mensen. Uit het deelnemersveld, zeg maar. En in dat half uur ben je ook gewoon klaar en ready en kan je ook eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk Tabata. Als eerst ga ik even een flesje water pakken, maar die neem ik mee om wat te drinken. En dan gaan we lekker knallen vandaag. Zelf heeft Noël altijd gevoetbald. Daar komt dan ook zijn sportiviteit vandaan. Ik heb ook bij FC Groningen gevoetbald. 2 jaar. En nu doe ik ook wat in de voetballerij. Ben ik hersteltrainer bij een derde divisieclub. En ben ik ook looptrainer van de jeugd van Excelsior Rotterdam. Ja, wat is de bedoeling eigenlijk van je training? Maar, ik ga mensen trainen, maar mijn doel is gewoon om meer mensen, en zeker Rotterdammers, te stimuleren om te gaan sporten. Dus ik wil ze gewoon, en daarom wil ik ook dat ze heel veel mensen zien dat er gesport wordt in Rotterdam. En het zien stimuleert ook gewoon om te gaan sporten. En dus daarom doe ik het ook graag echt midden in het centrum. Let's go! Gewoon rustig inlopen. Doe je tot hier en dan ga je terug, ja? En nog 1 keer heen en weer. Nog 1 keer. Loop gewoon je eigen tempo. Gaat nog een beetje? Een beetje. Waarom doe jij mee eigenlijk met deze Tabata? Ik had gevraagd of ik wilde komen. Ik heb het al vaker gedaan. Dus ik wist van het te wachten stond. Gewoon omdat het me leuk leek om een keer te proberen. Ik had er nog nooit van gehoord. En Noël die zei, joh, doe gewoon lekker een keer mee. Dus zodoende. En nou stond er net even iemand te kijken. Die parkeerde even zijn fiets en die ging daar tegenaan leunen. Wat vind je er nou van? Dat je zo midden in de stad afgepeigerd wordt? Oh, dat maakt me niet zoveel uit. Heb je geen last van? Nee, ik ben het toch voor mezelf. Oh, dat maakt me niks uit. Ik zou zeggen, doe lekker mee. This time we're gonna do it again. We want freedom. Yes! Ik wilde wat nieuws brengen. Bootcamp, hè, dat kent iedereen wel. En ik vond het leuk om een nieuw soort training, waar ik dat wetenschappelijk onderzocht is door Izumi Tabata, om dat naar Nederland te brengen eigenlijk. En de mensen te leren ervaren van een ander soort trainingsvorm dan dat ze normaal gewend zijn in een gym of een duurtraining of een hardlooptraining. En ik dacht van nou, misschien leuk om dat juist te laten zien aan de mensen. Seconde. Oké, we gaan weer rennen. Let's be funky. I'm being okay. Life's time is swinging.